wat gaat er precies gebeuren? Het is geen vlog op de zaterdag of zondag. Het is echt geen zaterdag of zondag. Het is nu maandagmiddag ongeveer 1:30. En ik ga op vakantie. Nog niet vandaag ga ik weg naar Rome. Als je nog niet weet, ik heb uitgebreid verteld wat we gaan doen in een video. Die staat al online. Linkje staat in de beschrijving. Wij gaan naar Rome morgenochtend. Gaan we papa en ik met het vliegtuig weg. Ja, mijn zusje en mijn moeder die gaan helaas niet mee. Die moet ik afscheid van nemen. Dat heb ik vandaag al gedaan in de ochtend. Wij gaan zo meteen, als mijn vader thuis, die is eerst nog werken. Die komt zo meteen, denk ik, thuis over een uurtje ongeveer. Dan gaan we met het bus naar het station. Van het station gaan we met de trein naar het vliegveld. Gaan we lekker eten op het vliegveld. En gaan we slapen in een hotel op Schiphol. Ja, achter de douane, het McEwen Hotel. En morgenochtend gaan we met het vliegtuig weg. Dat allemaal in deze vlog krijgen jullie te zien. En dat we morgen nog in Rome zijn. Dus ik wens jullie allemaal heel veel kijkplezier. Want het gaat leuk worden. Ik weet het zeker. Samen met mijn vader en natuurlijk. En wij zijn net langs de security geweest en de douane. Dat ging allemaal goed. Weet je wat de douaneman nog zei? Nou, die zei van dat wij het allemaal goed voor elkaar hadden. Nou, dat is ook mooi om te horen. Hier het vliegveld. Ik zoom even zo. Gaan we even naar buiten kijken. En dan gaan we zo lekker een hapje eten. Hier zijn genoeg tentjes, zie ik al. Nou, we hebben hier wel een mooi plekje. Ik heb lekker wat eten. Ik heb gewoon een lekkere burger. Frietjes uit het zakje. Want anders moet ik uit het zakje eten. Ik heb Mackie frietsaus. En we hebben wel een mooi uitzicht hier ook. We kunnen zo even mooi met een schuin oog naar de vliegtuigen kijken. Prachtig. Nou, dit is mijn bed waar ik slaap. Kijk eens, wat een hele mooie poster van Amsterdam, van de gracht. Hier hebben we tv. Ik heb net even een theetje gedronken. Hier een mooie tv dus. Hier kan je nog een keer thee als je wil. Misschien morgen nog. Nou, hier alle dingen. Hier kom je binnen. Hier heb je het toilet gebeuren. Toilet. Douche. Ik heb net even gedoucht. Zo, hier. En hier liggen even alle spullen. Dat is een beetje onze kamer. Nou, ik heb even dus de kamer even laten zien. Ik ga slapen morgenochtend. Moeten we weer vroeg op. En dat zien jullie dan zometeen. Voor mij duurt het nog even heel lang. Ik ga heerlijk slapen in het bedje. En dan zie ik jullie eigenlijk voor jullie zometeen weer. Maar ik ga even slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend. Hele goede morgen. Ik ben weer wakker. Ik heb heerlijk geslapen in dit mooie bed. Echt lekker zo met de drie kussens. Heerlijk. Ik heb mijn haar al gekamd. Tanden poetsen al gedaan. De vlucht is iets vertraagd. We zouden om 7 uur vertrekken. Het is nu 6:15.
6:30 ben ik uit bed gegaan. Dus hij zal om 7:00 vertrekken. Maar hij is dus vertraagd omdat hij nu nog halverwege Frankrijk dit nu is. Dus daarom vliegen we om 7:55 in plaats van 7:00. Voor mij maakt dat niks uit. Ik lig hier toch lekker even op de telefoon zometeen. En ja, ik heb de spullen al een beetje ingepakt. Dus wij gaan zo richting 7:30, richting die kant op. En dan gaan we, staat er weer een hele leuke dag voor de boeg. Op naar de gate. Heerlijk. We worden zo opgehaald en dan gaan we met de taxi naar het hotel. Nou, we zijn op ons kamer. Ja, ik krijg hier niet de lamp van aan. Van de... Nee, doe die niet. Nou, het is in ieder geval toilet, douche. Zit er gewoon. Hier ga ik heerlijk slapen in deze. Hier gewoon weer een tv. Hier stoelje, tafeltje. En dan kijk je hierop uit. Dit is het uitzicht. Prima kamer. Uitstekend. Hele mooie achtergrond trouwens. Kijk, zo mooi. Dus in ieder geval wel perfect. Kijken of vanavond ook lekker slaapt. Ik lig hier, zit hier lekker op bed. Wij gaan zo meteen naar de Vaticaan. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is waar de paus woont. Ik denk niet dat je die ziet, maar gewoon even een kijkje nemen. Wij zijn ongeveer hier op Rome en daar is het dus niet heel ver lopen. Wij gaan volgens mij was mijn vader zei net, het is 8 minuutjes lopen. Dus wij gaan even naar het Sint-Pietersplein bij de Vaticaan.
van de bus. Het is een hop-on bus. Die hebben wij tot donderdagmiddag, dus de laatste dag in de middag. Dat wil je hier zijn in Rome. Hier kan je lekker in de bus zitten. En dan kan je gewoon, gaan ze overal heen brengen. Ze rijden langs verschillende plekken. Dan kan je eruit stappen, kan je er kijken. Nu gaan we, we hebben net gekeken bij de Vaticaanstad. Het is een beetje windig, een beetje koud hierboven, maakt me er maar niet uit. En nu gaan we naar de Trevi-fontein, heel bekend hier in Rome. Zo, ik ben in mijn kamer. We hebben even leuk door de stad gelopen. Het is al een beetje donker geworden. Wij gaan zo'n hapje eten. We dachten aan een pizzaatje. Het zal vast wel hier ergens om de hoek zijn. Liepen we net al langs, dus dat gaan wij eens even doen. Een lekker pizzaatje eten. En dan ga ik toch even lekker op het bedje. Mm. Lekker hier. Nou, ik ben terug van het restaurant. Ik heb heerlijke pizza gegeten met heerlijke iced tea diefel. Het wel lekker, iced tea peach. Daar hou ik altijd zo van. Dat is echt mijn lievelingsdrinken. Ik ga heerlijk in bed heerlijk slapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. De eerste vlog zit er alweer op. Morgen een vlog en dan nog een vlog. Dus hopelijk gaan jullie die ook dan kijken. Voor nu bedankt voor het kijken. Abonneer zeker hier even beneden. Als je deze video leuk vond, doe een blauw duimpje omhoog. En dan zeg ze altijd, laters. Tot morgen.